We hebben dus vanavond een heel vervelende boodschap met heel vervelende en ingrijpende besluiten. Besluiten waarover we de laatste dagen lang en intensief met elkaar hebben gesproken. Omdat er zo verschrikkelijk veel belangen mee zijn gemoeid. Daarover heb ik op deze plek ook vorige keer al iets gezegd. Het is gewoon heel ingewikkeld. Het is onvermijdelijk dat we daarvoor teruggrijpen op maatregelen die we kennen uit eerdere fases. En die ons allemaal raken, of je dan gevaccineerd bent of niet. Dat is het pakket waarvan we nu denken dat het voor 3 weken nodig zal zijn. Die 3 weken hebben we nodig om een aantal maatregelen wettelijk mogelijk te maken, waarmee we het virus voor de periode daarna willen vertragen. Dat zijn dus nieuwe en andersoortige maatregelen die meer passen bij de huidige fase, waarin de meeste mensen zijn gevaccineerd. Maar we willen ondernemers in bepaalde sectoren straks ook de keuze bieden. Te werken met een toegangsbewijs voor mensen die zijn gevaccineerd, genezen of getest, of alleen voor mensen die zijn gevaccineerd en genezen. Dus wat in Duitsland en ook bij ons al 3G en 2G wordt genoemd.